Dan ga ik nu Arnoud introduceren. Arnoud is longtime friend of the NLUG, kan ik zeggen. Hij heeft onder andere een algemene voorwaarde gemaakt die iedereen kan gebruiken. Die moet trouwens een keer geüpdate worden. Dat is wel heel lang geleden. Dat is heel lang geleden, maar dat is zeg maar... 2011, hoor ik hier. 2011, nou, jeetje. dan moeten we daar verder aan werken. Moeten we maar eens wat maar ik ken Arnoud naast de longtime friend of the NLUG van zijn verhalen vaak op Tweakers. Interessante beschouwingen over privacy en laatst ook over AI. En daar gaat hij nu wat meer over vertellen. Ja. Take it away. Dankjewel, goedemorgen. Leuk om hier te zijn. Ik zie ook de nodige bekende gezichten. Altijd weer leuk om voor een vriendelijk publiek te spelen. Ik ben Arnoud Engelfriets, ICT-jurist, blogger, techneut, FreeBSD en zo nog het een en ander. Ik ga het komende uur ongeveer besteden aan de keynote. Ik weet nooit precies wat een keynote nou is. We hadden geleerd dat is, dan zet je een beetje de toon. Je geeft mensen iets positiefs mee, iets leuks mee, maar ik ben heel erg van de inhoud. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga ook kijken hoeveel interactie wij kunnen krijgen. Want ik ga u een hoop dingen voorschotelen waarvan u denkt, dat is raar. Of hoezo? En dat komt, ik ga over wetten praten. En het probleem met wetten en regels is dat ze uit een heel andere wereld komen. Dus als je als techneut, als beta, ik weet niet wat ik van de code of conduct mag zeggen, maar nerd mag volgens mij niet meer. Mag nog wel, top. Graag zelfs. Ja, ik ben er zelf ook een TU Eindhoven, heel, heel lang geleden, toen bits nog van hout waren. Dus wat ik wil gaan doen, is daarover praten. En als u vragen heeft, stel ze alsjeblieft. Of als je gewoon iets in wil brengen, dat mag ook. Ik heb daar mijn laatste boek. En de leukste vragen, drie leukste vragen, mogen het boek meenemen. En andere mensen die willen, mogen het boek kopen. Maar daar hebben we het later wel even over. Ik ben even benieuwd. De overlap tussen nerds en boardgames is best wel groot. Wie heeft er wel eens Paranoia gespeeld? Gedm'd zelfs. Oh, dan blijf ik even een beetje bij jou weg. Dankjewel. Hey, hartstikke top. Ik vond het altijd een heel leuk spel. En ik ken ook heel veel mensen die zeggen, het is een raar spel. En dat komt voor de mensen die het niet kennen. Paranoia is een spel waarbij de regels continu fluctueren. Je opdrachten en instructies elkaar tegenspreken. En je soms aan allerlei verschillende eisen tegelijkertijd moet voldoen. En anders word je getermineerd door vriend computer. Dat is ongeveer het concept. Ik vat het even heel kort samen. En ik vind dat leuk. Ik heb eigenlijk al sinds mijn informatica-tijd me bezig gehouden met wat betekenen wetten en regels nou voor informatiesystemen, voor computers. Dat was in de jaren 90 en toen wist eigenlijk nog niemand dat. Tegenwoordig hebben we veel meer wetten en regels. En zitten we eigenlijk nog steeds een beetje met hetzelfde probleem. Dat degene die de wetten maken of degene die de regels handhaven, heel anders in de wedstrijd zitten dan degene die het ermee moeten doen. Die het moeten gaan implementeren, die het moeten gaan bouwen. En dat komt, er zit een vrij fundamentele andere visie in hoe wetten en regels werken of hoe de maatschappij werkt dan wij techneuten denken. Er zijn een aantal verschillende verklaringen voor. De belangrijkste is voor mij dat informatici, techneuten, et cetera, die bouwen het, die moeten het doen. En juristen, wettenmakers, die zeggen wat de bedoeling is. Wat leuk zou zijn om als eindresultaat te hebben. Ik had gisteren nog een discussie met iemand op LinkedIn. En die zei zoiets, ja, leuk, die ken ik. Het probleem wordt weer naar IT geschoven zonder definition of done. Een heel typisch probleem. En dat is natuurlijk wel hoe het gaat. Ik kwam op Paranoia omdat ik een hele tijd geleden een blog van een meneer Mark Scala tegenkom. Ik weet niet wie hij verder is, maar hij had een heel rake observatie. Dat lawyers, advocaten, juristen hebben een heel andere manier om tegen dingen aan te kijken. En hij gebruikte voor de analogie van de kleur van de bits. Juristen hebben er geen enkele moeite mee om te zeggen, weet je wat, de blauwe bits die moet je filteren. Daar zit copyright op. Of dat is... illegaal, strafbaar materiaal, moet je tegenhouden. De groene bits mogen door. Ik zie nu een paar mensen kijken, groene bits, precies het punt. Bits hebben geen kleur. Sterker nog, het concept kleur is niet van toepassing op bits. Toch moet jij nu gaan zorgen dat groene bits daardoor gaan en blauwe bits niet.
En anders ben je een commie mutant traitor en dan mag je je melden voor termination. Dus dat is ingewikkeld. En als je dat probeert terug te geven, dan snapt de jurist dat weer niet. Want die komt uit een veld waarin je kunt zeggen wat de bedoeling is. Omdat die gewend is menselijk gedrag te reguleren. En mensen kun je op heel veel flexibiliteit, op heel veel manieren dingen meegeven. En die gaan dan hun best doen er wat van te maken in alle redelijkheid. Als ik van computers één ding heb geleerd, dan zijn ze niet redelijk. Computers doen wat je zegt, of je dat nou wil of niet. Computers moet je letterlijk voorkouwen wat ze moeten gaan doen. En dan gaan ze dat doen. Maar dat betekent dat jij dus wel precies moet weten wat ze moeten gaan doen. En dat vereist dus dat regels en specificaties duidelijk genoeg zijn. Maar er is meer. Hacken. Ik denk dat er hier een hoop mensen zijn die zichzelf hacker noemen in de ouderwetse, originele betekenis van het woord. Hacken is uitzoeken wat er kan met computers op een speelse, creatieve manier. Apparaten dingen laten doen die eigenlijk niet kunnen. En dat heeft vaak enige overlap met dingen die niet mogen. Want heel vaak is nieuwe dingen doen of creatieve dingen doen niet de bedoeling. Grote computers worden gekocht door bureaucraten. Die houden elke cent bij. Dat is voor rekenapparatuur, voor rekenkracht. En het is niet de bedoeling dat jij daar een flight simulator op gaat bouwen. Of een mut of iets anders. Het gedrag van hackers en dergelijke is volkomen alien voor wetgevers en handhavers. En ik heb een tijdje geleden daar een bijkomstige opmerking of tweakers over gemaakt, waar echt 300 man nog steeds schuimbekkend over zijn, waarover mijn excuses. Maar dat komt omdat ik Wargames een documentaire had genoemd. En ja, dat weet ik. Maar het gaat om een punt. In de mind van politici is wat daar gebeurt, dat is wat hackers doen. Die zitten al dan niet puisterig op hun zolderkamer. Je kon weten dat het fictie was, want hij had een vriendin. Maar die doen gekke dingen en dan starten ze de Derde Wereldoorlog. Hackers zijn gevaarlijk. Hackgedrag en ongecontroleerd met computers dingen doen is staatsgevaarlijk. Commie mutant traitors. Daar moeten regels over komen. Daar moet onmiddellijk op ingegrepen worden. En die mensen moeten gewoon doen wat die regels zeggen. Dat zij dat rare regels vinden, ja, dat is niet ons probleem. Dus als je weer eens een wet tegenkomt waarvan je denkt, hoe hebben ze het in hun hoofd gehaald om dit zo te reguleren? IT werkt toch gewoon zo. Computers werken toch gewoon zo. Die zijn bezig blauwe bits aan banden te leggen. En jij wil met bits door. En blauw is niet een concept dat daarin past. Dus dan moet je rare dingen gaan doen, moet je dat in gaan bouwen. Een al wat ouder voorbeeld daarvan zijn de crypto-oorlogen. Dus het begon ergens in de jaren 90 met PGP. Ik weet niet of nog meer mensen dit t-shirt hadden. Het RSA-algoritme, ja, daar achterin, nou, nog een paar meer. RSA is een encryptie-algoritme, tegenwoordig alom gebruikt. Maar in die tijd was dit munitie. Viel onder de wapenwet, mocht niet worden geëxporteerd. Toen heeft iemand bedacht, ik kan RSA implementeren in 4 regels Perl. En dat heeft hij op een t-shirt gedrukt, je ziet het daar. En daaronder een streepjescode, als je die scant, dan krijg je de broncode. Dus hij zei, dit t-shirt is nu munitie. Kennelijk, volgens de wapenwet. Nou, dat is ook zo. Dit is nu een blauwe bit geworden. Als iemand vragen wil stellen of dingen in wil brengen, helemaal prima hoor. Maar dit laat mooi zien waar de discussie dan was. De juristen waren bezig met het aan banden leggen van wat toen gevaarlijke technologie was. IT'ers zien informatie, broncode, een technologie die iets kan doen. Dat is toch raar dat je dat zou verbieden of dat aan banden zou leggen. En die twee werelden komen dan heel moeilijk bij elkaar. We hebben dit nog meerdere malen teruggehaald. Ik heb het een aantal keren genoemd. Des met zijn achterdeurtje, de clipperchip, een verplichting om een achterdeurtje aan boord te hebben. En nog veel meer discussies, ook nu recent. Elke keer als je bij politie-opsporingsdiensten komt, is een van de discussies, wij willen eigenlijk toch graag een achterdeur in end-to-end encryptie. Dat kan helemaal niet, dat zijn blauwe bits. Ja, maar we willen het toch, want wij hebben dat nodig. Ga het maar bouwen. Ja, maar dat kan niet. Nou, als je wat beter je best doet.
Dit is een discussie dat je zegt, de bits gaan van links naar rechts. Ja, maar ik wil alleen de blauwe bits. Of ik wil niet de blauwe bits, was het geloof ik. Hè? Nou goed, hoe dan ook. Die discussie, daar kom je niet uit. Als de ene partij het heeft over de kleur van de bits en jij hebt het over dat bits heen en weer schuiven en dat ze geen kleur hebben, dan kun je daar geen discussie over voeren. Dus dat is een hele ingewikkelde. En dat is een thema dat we steeds terugzien in de geschiedenis van het ICT-recht of het internetrecht. Mensen zeggen wel eens, hè, de geschiedenis herhaalt zich. Ik ben meer een aanhanger van het thema dat de geschiedenis zich niet herhaalt, maar wel rijmt. Ik dacht al dat dat van Terry Pratchett was, maar die heeft dat gestolen van Mark Twain. Helemaal prima. Het thema is juist, je ziet dezelfde soort dingen terugkomen in verschillende situaties, in verschillende contexten. Wat er vaak gebeurt, het algemene rijmende thema is dat er is wetgeving. Wetgeving heeft tot doel de maatschappij te reguleren. Die probeert iets te doen met mensen, bedrijven, instellingen en dergelijke. Een bepaald pad op te halen. Heel vaak is wetgeving gericht op het bestendigen van de huidige situatie. Wetgeving is conservatief naar zijn aard. Dit is wat mag en dit mag vanaf nu niet meer. Soms met een moreel oordeel, gij zult niet doodslaan. Soms zonder moreel oordeel, men houdt rechts op de weg. Dat is gewoon handig regelen, want als de ene helft van de mensen links mag rijden en de andere mensen rechts, dan gaat dat niet goed. En wat is dan het rijmverhaal? Dan komt IT en die zegt, ja, maar dit kan helemaal anders. Wat een raar verhaal, dat gaan wij gewoon zo doen. Voorbeeldje daarvan, auteursrecht. Oh, sorry, een vraag vooraan. Ze zijn toch altijd reactief, veranderen van de grondloze door niet overal naar wet maken. Ja, goeie wet. Meneer zegt, ik heb de indruk dat wetten vooral reactief zijn. Nou, dat is ook zo. Wetten zijn eigenlijk primair gericht op rust in de tent. Houd het bootje recht. En als er rare dingen gebeuren, die maatschappelijk ongewenst worden gezien, dan maken we een wet die dat aan banden legt. Je kunt het keihard verbieden. Je kunt allemaal regeltjes erin stoppen. Je moet het zus, je moet het zo en het mag niet meer zo. Maar je moet een certificering halen en je moet dit en je moet dat. Dat is inderdaad waar wetgeving op gaat. Dus conservatief, maar ook, wat krijgen we nou? Hou daar eens onmiddellijk mee op. Wie kleine kinderen heeft, herkent dit misschien. Dan ben je constant reactief wetten aan het maken. Waarom zijn die IT-wetten dan vaak zo streng of zo breed? Nou ja, dan kom ik toch weer bij deze uit. IT is eng. Ik ga zo meteen nog wat meer voorbeelden laten zien waar dit vandaan komt, maar het is een heel goed punt van meneer. De auteurswet, zoals wij die kennen, is ergens rond 1800 bedacht als concept. Het is handig dat als jij maker bent van een werk, tekst, beeld, etc., dat jij daar dan een tijdelijke bescherming op krijgt. Nu zouden we zeggen, information wants to be free, but it also wants to be expensive. Dat is het dilemma zoals, ik ben die meneer kwijt, de oprichter van de Well, het ooit heeft geformuleerd. Mensen zijn met de eerste helft aan de gang gegaan. Information wants to be free. Maar het dilemma is dat informatie tegelijkertijd ook duur wil zijn. Omdat het heel veel moeite kost om het te maken. De auteurswet was een implementatiekeuze om te zorgen dat informatie duur kon zijn, als je dat wilde, en dat je informatie kon verkopen. En daar zien we ook weer zo'n rijmend thema in terug, dat elke keer als er dan nieuwe technologie komt om informatie op een andere manier te exploiteren, dat dan de industrie, de gevestigde orde, zegt, wat krijgen we nou, dit kun je niet maken. Edison vindt de platenspeler uit. Heb jij dan niet bedacht dat je dan mensen hun beloning ontzegt? Want minder mensen gaan nu naar concerten. Er wordt nu minder geluisterd naar muziek. Mensen gaan niet meer betalen om een kopietje ergens vandaan te krijgen. Ze hebben al die platen al, daar gaan ze dan naar luisteren. Het kan niet waar zijn. In de jaren 60, 70 kregen we de videocassette, de cassetterecorder. En in Amerika gaf dat schuimbekkende reacties bij de contentindustrie. Het is absoluut schandalig. De Boston Strangler was een seriemoordenaar in die tijd. Dit is een seriemoordenaar voor creativiteit. U ziet het meteen met die gemene grijns van die videocassette. Hadden ze maar P2000 moeten nemen, maar goed. Dus
Wat hier gebeurt, en dit is een stukje weerstand vanuit bestaande wetgeving naar nieuwe technologie. Die nieuwe technologie moet op een gegeven moment zijn plaats vinden in de maatschappij. En dat komt vervolgens dan terug in de wet. Dat is redelijk gelukt. Hè? Die platenspeler, daar kwamen we nog een heel eind uit. Want toen zeiden mensen, ja, maar je kunt gewoon geld vragen voor iedere plaat. Niet iedereen wil naar een concert. Dus je hebt een nieuwe markt, een grotere markt. Meer geld. Nou, dat is altijd een leuk argument in deze maatschappij. Ook de videocassette recorder besefte men ook, hey, we kunnen daar heel veel dingen op verkopen. Dus dat is een grote markt, een nieuwe markt, een extra markt. Laten we dat maar doen. Ook met het internet hebben we die discussie gehad. Ja, ik wilde Giet Titulaar erin brengen en ik wilde ook O'Reilly laten zien. Dus ik dacht, ik doe het maar even samen. En met het internet is nog iets lastigers aan de hand. Daarvan heeft heel lang gezegd, vanuit de konden, het is alleen maar een nieuw distributiemedium. Maar eigenlijk moeten de oude wetten daarin gewoon blijven gelden. Er is niks bijzonders aan internet. Dat is overigens ook de mening van Giet Titulaar en niet onterecht. Hij heeft er nooit aandacht aan besteed in Wondere Wereld, want het was niet nieuw. Maar ik denk dat dat ook wel klopte. Maar na die tijd heeft het wel heel veel verandering met zich meegebracht. Maar dat was niet zozeer omdat de technologie nou per se zo heel veel anders was, maar vooral omdat de manier van werken en de snelheid waarmee dingen konden gebeuren zo enorm veel groter was. Dat is wel een fundamenteel ander iets dan eerdere technologie. En we hebben dat bijvoorbeeld gezien bij Napster. De eerste grote filesharing tool voor de massa heeft het concept filesharing bij iedereen bekendgemaakt. En kwam precies in een economisch moment dat men dacht, alles wordt anders. De eerste techbubbel. In die techbubbel moest ineens alles op informatie. Alles zou anders kunnen. De huidige regels hoefden niet meer te bestaan. We konden gewoon alles doen waar we zin in hadden en daar geld mee verdienen. Of niet, want gratis was ook een mooie. Copyright-industrie, de advocaat van Metallica, die heeft Napster aangeklaagd, is een van de velen, had een mooie analogie met, jullie hebben onze gumball-machine, hoe heet dat ook alweer, zo'n kauwgomballenmachine heb je stuk gemaakt, en alles ligt op de grond en iedereen gaat het pakken. Dit is niet eerlijk, dit gaat in tegen onze maatschappij. Internet moet producten verkopen in doosjes. Je moet platen verkopen op internet. Bits mogen alleen verkocht als ze blauw zijn, en als ze groen zijn, dan moet je ze tegenhouden. Denkt nu misschien iemand, oh, dat is zeker waar DRM vandaan komt. Precies. DRM was het idee dat je een oplossing kon maken, dat je computers technisch zo kon bouwen dat informatie groen en blauw was. Dus dat je in de hele keten copychecks had en kopieerbeveiliging. Oh, dit mag die kant op, dit mag die kant op. Maar het mag niet verder dan daar, het mag niet naar de printer, et cetera. Meneer. Meneer zegt, ik zie weinig lerend vermogen van dat rijmen. Het herhaalt zich steeds. The definition of stupidity is doing the same thing over and over. En bij dit rijmen zien we ook steeds dat dezelfde dingen terugkomen. Ja, dat klopt. Dat heeft een beetje te maken met dat reactieve en met dat conservatisme wat ik daar straks benoemde. Wetgeving, juristen zijn erop gericht om rust in de tent te houden. En dingen zoveel mogelijk hetzelfde houden is de beste manier om rust in de tent te houden. Dat is lastig, want het hindert innovatie. Innovatie is haast naar zijn aard verstorend voor de rust in de maatschappij. En dat betekent al heel snel dat je heel veel onbegrip krijgt. En dat de incumbents zich boos gaan maken over wat jij aan het doen bent. En dat er wetten van stal worden gehaald. Zeggen, hey, wat jij doet is echt helemaal niet de bedoeling. Hou daar eens mee op. Is dat domheid? Nee, het komt vanuit heel andere belangen. Rust in de tent. We hebben een systeem dat prima werkt. Moet dat nou allemaal? Doet dus rustig aan. Dus, en ook kennisgebrek is het niet per se. Ik zie vaak mensen zeggen, ja, juristen hebben geen verstand van ICT. Of rechters, die snappen niet wat computers zijn. Dat valt reuze mee. Het is vooral, zij komen van een heel ander perspectief. Rechters en advocaten zitten ook volop. Op social media. Ik ken genoeg advocaten die zelf ook programmeren en online genoeg dingen doen om te zeggen, nou, die hebben er wel verstand van. Ik ken zelfs advocaten die met Linux werken, dus dat zegt ook wel wat. Maar waar het om gaat, is dat zij vanuit het andere perspectief komen.
Die regels staan voorop en de techniek moet zich aanpassen aan die regels. Niet andersom. Dus als er een nieuwe regel komt, gaan we kijken hoe de technologie, het nieuwe systeem, past binnen die regels. En dat kan soms heel moeilijk gaan, maar dat betekent vooral dat er iets mis is met de technologie. Of, de positief denken de juristen, dan is er iets heel bijzonders aan de hand met die technologie. En daar moeten we dan, dat gaat waar ICT-recht over gaat, daar moeten we dan een oplossing voor verzinnen. Hoe proppen wij dit juridische ding, of dit technische ding, in de wet? Meneer Achteren. Ja, het lijkt er heel erg op, zegt meneer Achterin, dat wetgeving heel erg op het nu geschreven wordt en daardoor moeilijk te generaliseren is naar de toekomst. Juristen noemen dit het probleem van de technologieafhankelijke regelgeving. Het liefst maak je wetgeving technologie onafhankelijk. Gij zult niet doodslaan. Daar gaan we er niet bij zeggen waarmee of hoe. Maar gewoon, je mag iemand niet doodmaken, punt. Ook niet met, nee, ook niet daarmee. En nee, ook niet zo. Mag gewoon niet. Klaar. Op het moment, daar ben ik ooit op afgestudeerd, dus daar mag ik nog steeds boos over worden, dat we elektronische handtekeningen kregen, daar is echt zo'n richtlijn over gemaakt. En dit is in 8 punts Arial wat u hier ziet. Over wat een elektronische handtekening is en hoe die met wiskundige technieken en digitale certificaten aan elkaar verbonden worden. En hoe certificerende autoriteiten daar namen in uitgeven. Weet u wat er in de wet staat over natte handtekeningen? Als die stellig wordt ontkend, telt die niet totdat de ander kan bewijzen dat die echt is. Dit is artikel 156 rechtvordering. Dit is alles over handtekeningen. Soms moet je een handtekening onder een ding zetten. Staat er dan, oké, wat is een handtekening? Staat niet in de wet. Maar er staat alleen, als jij zegt, dat is niet mijn handtekening, vriend. Mag jij verder stil blijven, moet de ander bewijzen dat het wel jouw handtekening is. Hoe mag die dat bewijzen? Succes, iedere manier, technologie onafhankelijk, bewijs het maar. Heb je een getuige, had je een kopietje paspoort getrokken, zat je bij de notaris? Verzin het maar, zeg het maar, we komen er wel uit. Dus dat is zeer technologieafhankelijke regelgeving. Soms hebben we ook heel technologie onafhankelijke regelgeving. Die zegt dan bijvoorbeeld, gij moogt geen monopolie misbruiken. Mededingingswet. Heb jij een dominante positie op de markt? En jij maakt daar misbruik van, bijvoorbeeld door je browser te bundelen met je operating systeem. Ik noem eens een dwarsstraat. Dan is dat verboden. En dan kunnen wij gepaste maatregelen nemen om in te grijpen. Nu hebben wij een iets ander probleem. Want sommige monopolies duren 20 jaar om ergens te komen. Dan zie je dat eigenlijk. Zeg, jongens, dat gaat de verkeerde kant op. Gaan jullie maar even splitsen. Gaan jullie maar even apart zitten. OS mag daar zitten. Browser mag daar zitten. Maar ja, binnen hoeveel tijd is Internet Explorer de dominante browser geworden? Dat is ongeveer 2 jaar. Niet bij deze groep, maar gewone mensen die zagen zo'n... Die zagen zo'n E op hun bureaublad. Oh, dat is internet. Oké. Dus tegen de tijd dat de juristen überhaupt doorhadden dat hier machtsmisbruik was, omdat Netscape ging klagen, omdat Opera ging klagen. Wie? Opera? Ja, Opera. Ging klagen. Was het eigenlijk al te laat. Tegen de tijd dat de uitspraak van het Hof van Justitie er was, was Netscape al 3 keer failliet. Crash and burn. Dat was 8 jaar of zo. Dat is juridisch geen lange tijd. Dus het is een open norm. En daar krijg je dus het probleem, die moet je dan gaan invullen. En we zien dat nu ook met Apple, de Europese Commissie, die zegt, Apple, jij bent heel machtig. Jij hebt een enorm marktaandeel en jij maakt daar misbruik van. En dan zegt Apple, hoezo? Wij zijn maar een hele kleine smartphoneverkoper. Maar dat is ook zo. Als je kijkt naar alle smartphones, wat is het grootste smartphoneverkoper? Samsung heeft de helft van de markt. Apple, 12%. Nou, om nou te zeggen, 12% is groot. Maar aan de andere kant, ja, de wereld draait wel om Apple, geloof ik. In ieder geval op het schoolplein van mijn kinderen. Dus daar zitten dan toch juridische discussies. Goed, pak me even terug. Netscape ging dus roemloos ten onder. Oh, sorry, vraag. Ja.
De EU heeft een tijdje geleden inderdaad gezegd, alles zal USB-C zijn. Waarom deden ze dat? Nou, met name omdat ze Apple helemaal spuugzat waren. Maar ook omdat ze aan de industrie hadden gevraagd, jongens, regel het. We zijn het zat dat elk apparaatje met een lader komt. Ik heb thuis ook nog zo'n kliko met laders en stekkertjes en allemaal dingen. Jullie waarschijnlijk ook. Maar dat is natuurlijk maatschappelijk gezien van de zotte. Dus vanuit ecologisch, milieu, maatschappelijk welzijn ideeën te zeggen, jongens, kappen met al die laders meeleveren, kies een standaard. Daar begon het mee. De industrie kreeg dat niet goed voor elkaar. En dan zeggen wetgevers, oké, jullie komen er niet uit, dan kiezen wij. Ik klink weer net als tegen mijn kinderen. Jullie kunnen niet kiezen wie de tafel dekt en wie de afwasmachine doet. Prima, jij doet de afwas, jij dekt de tafel en jij ruimt straks af. Dat is dan heel specifiek, hè? We doen USB-C. Klaar. En dat is dan om de discussie plat te slaan. Er moet nu iets gebeuren. Dit is iets. Zorg dat het gebeurt. Is dat optimaal? Nee. Zitten we voor eeuwig vast aan USB-C? Nee. In die richtlijn waarin dit is vastgelegd staat dat elke paar jaar er met de industrie wordt vergaderd. Is er een opvolger van USB-C? Is er iets anders dat beter is? Is er iets anders dat geprefereerd wordt? En dan passen we die regels aan. Heeft het rust in de tent gebracht? Ja, behalve bij Apple, want die zijn nog steeds heel erg aan het mopperen. Maar goed, dat was maar een kleine speler, had ik net van ze begrepen. Dus dat is dan jammer. Gezien de tijd wil ik nou echt door naar open source. Netscape, net dus al eventjes genoemd. Netscape ging roemloos ten onder tegenover Internet Explorer. Ik ben mijn mooie grap vergeten. Maar dit is Internet Explorer op Wine. Dus dat jullie dat even weten. Maar Netscape had dus een probleem met Internet Explorer. En heel veel bedrijven die tegenover Microsoft zaten, gingen roemloos ten onder. Netscape deed iets heel bijzonders. Die zeiden, weet je wat wij doen? Wij gaan onze broncode gewoon weggeven. Wij maken er vrije software van. Zoals meneer Stolman dat destijds had genoemd. Dat is een beetje controversieel, want vrije software, het idee van broncode delen, beschikbaar stellen, et cetera, was niet heel populair in de zakelijke wereld in die tijd. Je kon juist geld verdienen, broncode geheim houden, kopietjes verkopen, auteursrecht, mee doorlopen. Netscape maakte toch die keuze om dat zo te doen. Ze hebben het alleen een andere naam gegeven. Open source, omdat vrije software, nou ja, dat werkte gewoon niet goed bij hun gebied. Open source heeft een enorme weerstand opgeroepen bij commerciële bedrijven, met name bij Microsoft. Dit is een beruchte quote van Steve Ballmer in 2001. Linux is een kanker die zich aan intellectual property vasthecht. Waarom? Omdat de GPL in het bijzonder eigenlijk het auteursrecht op zijn kop zette. Ervoor zorgde dat je niet zomaar andermans software kon gebruiken als die vrijelijk beschikbaar was. Maar juist, je moest je ineens aan regels gaan houden die het omgekeerde waren van wat wij gewend waren. Dit is een van de mooiste juridische hacks ooit geweest, de GPL. Hacking the law. De auteursrecht zegt, je mag niks kopiëren tenzij je toestemming hebt. De GPL zegt, je mag alles kopiëren, je hebt toestemming. Het enige is, jij moet ook meedoen. Jij moet jouw werk ook weer open source maken of vrije software dan. Meneer Stolman is tegen de term open source. Dus dat is eigenlijk de kern. En voor hackers was dit prima te begrijpen. Het is ook heel logisch. Je werkt aan broncode, je hebt wat verbeterd. Ja, natuurlijk verspreid je dat weer verder. Of je geeft het terug aan de oorspronkelijke auteur. Hey joh, er zit een bug in je systeem. Hey, kijk, ik heb het gepoord naar mijn nieuwe horloge. En daar draait het nu ook op. Dus dat kun je dan doen. Dus dat is een van die mooie juridische hacks die heel veel weerstand op heeft geroepen. Ik heb in 2000 ben ik bij Philips gaan werken als IP-lawyer. Ik zal het niet over softwarepatenten gaan hebben, want dan gaan sommige mensen hier in de zaal daar misschien een rolberoerte van krijgen. Maar een van de dingen daar in 2000 is dat mijn baas binnenkwam en die zei, weet iemand wat Linux is? En hij zei, sorry, het is Linux. Mooi, jij bent de expert. Ik ben er nog steeds niet uit of het een bewuste truc was, maar goed. Toen moest er dus open source beleid worden gemaakt en regels worden gemaakt. Wanneer mag je open source gebruiken en wanneer niet? Wanneer is dat gevaarlijk? Wanneer is dat problematisch? En hoe kunnen we daarmee omgaan? En dat kom je weer in dat verschil tussen juridisch en technisch. Techneuten die zeggen, ja, hartstikke logisch dat je je stack op basis van open source ontwikkelt. Juristen zeggen, ja, maar dat vind ik wel spannend, dat vind ik wel gevaarlijk, want hè, die licentie, is die dan wel getest? Weten we dan wel hoe dat werkt? Is er eigenlijk wel een contract getekend?
En inkopers die zeggen, is er wel een SLA met deze club? Krijg je allemaal heel verschillende discussies. En daar kom je gewoon praktisch niet zo goed uit. Maar, en dat vind ik echt een verdienste van de open source gemeenschap, daar is heel hard doorgebuffeld en doorgewerkt. En het is uiteindelijk gewoon een succes geworden. Zelfs tot zo'n punt dat meneer Satya Nadella, ik moet zijn naam altijd even goed zeggen, een paar jaar geleden op een beurs stond met Microsoft Hard Linux. Microsoft is een van de grootste contributors, als je naar GitHub kijkt, in open source. En na IBM de grootste investeerder in open source. En dat is niet per se omdat ze zich schuldig voelden of iets dergelijks, maar omdat de zakelijke wereld veranderd is. Open source is geaccepteerd maatschappelijk. We kunnen er zakelijk mee omgaan. Het is kwalitatief goed, het is beschikbaar. Die licenties bleken wel mee te vallen. Dat is wat er gebeurt als je zakelijk ergens mee omgaat. En als je kijkt naar bijvoorbeeld big data en dergelijke tooling, dan zie je dat er heel erg veel, of eigenlijk alles op dat gebied, open source is. 5 jaar geleden kon ik bij juristen nog opzienbaren door te zeggen, in uw bedrijf zit het vol met open source. Dat vond lang niet iedereen leuk. Maar bijna elk apparaatje vandaag de dag is gebaseerd op open source. Zit vol met open source. Draait Linux waarschijnlijk. En er zit misschien een hele kleine stack met eigen software bovenop. Maar voor hetzelfde geld is de hele boel eigenlijk open source. En is de werkelijke waarde de dienst die er bovenop zit. Of de data die erachter zit. En dat zit server-side. En daar kunnen we alles mee doen. Achterin. Ja. 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 Het is vertelt inderdaad zo'n edict. Nou, dat is ook uitgegaan in 2001 bij diverse elektronica bedrijven. En toen was het verhaal, als je een uitzondering wil, moet je mailen naar de Open Source Review Board. En dat was ik. En toen was ik een weekend weg en had ik 38.000 e-mails van mensen die toestemming wilden vragen voor van alles en nog wat. Is dit onkunde? Wisten die mensen niet wat open source was? Nee. Voor juristen is dat ook leuk. Hey, een nieuwe licentie, een document, wat gebeurt hier? Maar het is vooral onwennig en risicovol. En we willen rust in de tent. En onbekend en risicovol, dat geeft geen rust in de tent. Dus de reden dat men zich hier zo druk over maakt is, hoe krijgen we die rust weer terug? En dat is vaak een kwestie van je begrip. Of een stapje terug doen en kijken, moeten we de regels misschien aanpassen? Moeten we misschien de regels op een andere manier handhaven? En dan kom ik bij, van big data en dergelijke, bij het tweede deel van mijn presentatie, waar ik eigenlijk gevraagd had het over te hebben, maar ik vond dit zo leuk. The Era of Artificial Intelligence. Alle plaatjes komen uit DALL-E, tenzij anders vermeld. En dit is natuurlijk het hot topic tegenwoordig. Ik heb nog nooit zoveel over AI verteld als de afgelopen paar jaar. En ik open altijd, hallo, ga door, ja, met deze quote van professor Edsge Dijkstra, ook TU Eindhoven en Amerika. Computers kunnen helemaal niet denken. Net zo min als onderzeeboten kunnen zwemmen. Dat is niet de vraag. Dit zijn weer die blauwe bits. Wat moeten wij met denkende computers? Wat moeten wij met blauwe bits? Hè? Computers rekenen gewoon. Erger nog, hier zit statistiek in. Je hebt altijd fundamenteel een foutmarge. Je kunt nooit een bepaald antwoord garanderen, want het is altijd statistiek. Ik kan u wel vertellen, als we het hebben over dingen begrijpen of niet begrijpen, bij juristen, bij alfa's, begrijpen van statistiek, een van de allermoeilijkste dingen. Ik heb hier 1,5 uur besteed aan het verschil tussen een true positive en een false negative. Dat, ja, je wordt meestal geen jurist omdat je heel goed bent in getallen. Toch heeft nu de politiek het gevoel, wij moeten iets met AI. En alle wetten en regels blijken nu te botsen met AI, omdat er heel veel dingen worden gedaan, ondernomen, et cetera, door techneuten die fantastische dingen neerzetten met machine learning, big data
en dergelijke technieken. Uiteindelijk komt het er allemaal op neer dat je een heel groot CSV-bestand hebt, waarbij je een Python-script hebt die iets doet. Maar de kern is dit. Ik heb er zelf ook één gebouwd, die kon NDA's lezen en inkoopvoorwaarden. NDA Lin heette dat. Op basis van statistiek kijk je dan, ik heb hier een clausule, wat voor soort clausule is dit? En daar haalt hij dan vervolgens informatie uit, bijvoorbeeld dit is een boetebeding. En dan haalt hij daar het bedrag uit en dan krijg jij op je scherm, let op, als je deze NDA tekent, heb je een boetebeding van 10.000 euro. En dan kun jij dus voor jezelf bedenken, wil ik dit tekenen? Al dat juridisch geleuter, nou ja, dat heeft Lin voor jou afgevangen. Dat is een interessante use case. Blijkt ook best populair nog steeds. Maar ik heb wel ook heel veel vervelende dingen geleerd over hoe statistiek en machine learning nou uiteindelijk werkt. En geleerd, reguliere expressies zijn het duct tape van machine learning. Want het is statistisch heel erg moeilijk om bijvoorbeeld zo'n getal als 5.000 of 10.000 uit een boetebeding te krijgen. Jawel. Maar toen ik ontdekte, wacht even, juristen schrijven het altijd hetzelfde op. Dan kun je met een reguliere expressie het er gewoon uitvissen. Maar goed, dat gaat over techniek en kwaliteit. En daar komen we indirect pas op als de AI Act van toepassing is. Heel algemeen dus, techneuten zien een computer die op basis van statistiek uitvoer geeft. En dat integreer je in een flow en daar komt uitvoer uit of daar komt iets uit dat naar een ander systeem toe gaat en ga zo maar door. En juristen zeggen, mijn hemel, AI gaat de wereld overnemen. Wargames of Terminator had ik dan misschien hier moeten laten zien. AI's gaan uit de hand lopen. AI's gaan zelf dingen doen. Ik weet niet of dat nou ineens iets van nu is. Of omdat mensen als Elon Musk, die heel erg serieus worden genomen, door een hoop mensen dit roepen. Maar ik heb bijvoorbeeld hoogelijk verbaasd dat een paar jaar geleden er veel ophef was over een autonoom wapen van Samsung. Dat in de DMZ in Zuid-Korea wordt gebruikt. Dat is een groot machinegeweer, dat kan op volautomatisch worden gezet. En als die volautomatisch staat, scant hij of hij een mensenlijf ziet en zo ja, dan schiet hij daarop. Daar is heel veel ophef over en er is een heel vakgebied gecreëerd binnen juristerij, autonome wapensystemen. Is dat ethisch, is dat juridisch en ga zo maar door. In de jaren 70 heeft Hollandse Jouw hier in Nederland de Goalkeeper gemaakt. Dat is een geweer, of eigenlijk een minigun, die op marineschepen wordt geplaatst. En als de kapitein van het schip hem activeert, schiet hij autonoom alles neer dat met enige snelheid op het schip afkomt. Daarvan is gezegd, wat een leuke innovatie, breng maar op de markt. Het enige wat ik kan bedenken is, de goalkeeper die schiet op raketten of bootjes vol met explosieven. Dus nou ja, goed, dat is een ding in oorlog, dat moet je tegenhouden. En dat Samsung-ding, dat lijkt op een Terminator met zo'n hele groot geweer. Niet echt, maar dat is het verhaal dat men erbij heeft, dus dat is eng. Maar fundamenteel zie ik het verschil niet, maar toch wordt daar heel verschillend tegenaan gekeken. Ze moeten AI reguleren. En een van de eerste dingen die we moeten doen bij het reguleren van AI is vastleggen wat AI in vredesnaam is. Nou ben ik benieuwd, heeft er hier iemand een definitie paraat van AI? Meneer met de rode trui. Een stochastische papegaai. Een stochastische papegaai. Dat is generatieve AI. Daarmee heeft u ongeveer 80% van de use cases gedekt. Maar niet de hele praktijk. Want een Tesla die level 5 autonoom rijdt, wil ik geen stochastische papegaai noemen. Levensgevaarlijk, prima. Maar geen stochastische papegaai. Maar statistiek lijkt hier wel een belangrijke rol in te spelen. De Europese Commissie kwam dan ook een paar jaar geleden met de AI Act. Met als voorstel een computersysteem dat op basis van technieken zoals machine learning, statistiek, filteren, expertsystemen en dergelijke tot een besluit komt. Ja, en dergelijke, daar gaan we al. Excel-filters vallen er ook onder. En eigenlijk alles met een random nummer generator valt er ook onder. Dat is ook statistiek. Dus dat was niet helemaal de bedoeling. Uiteindelijk na heel veel vijven en zessen is men uitgekomen met een definitie waar ik eigenlijk wel enthousiast over ben. Want het gaat over het probleem. Dit is de definitie die in de AI Act, die in januari als het goed is van kracht wordt, opgenomen gaat worden. Een systeem dat bedoeld is, ontworpen is om te opereren met verschillende niveaus van autonomie. En die voor bepaalde doelen outputs genereert die direct van invloed zijn op hun omgeving. Fysieke omgeving, een robot die over je voet rijdt. Of virtueel. Een game die zegt, jij bent aan het cheaten, wegwezen. Maar dan, als je de nee.
Als jij uitvoer naar Def 0 stuurt, nee, dan heb je juridisch nergens last van. Ik weet niet waarom je dat zou willen, maar je hebt helemaal gelijk. Ja, meneer achterin. Gemiddelde robot in een autofabriek valt hieronder, ja. En dat is onder meer vanwege het feit dat zo'n robot nog wel eens een enkele keer een monteur wil monteren op een plek waar dat niet hoort. De AI Act gaat namelijk uit van risico's. Risico's zoals dood of lichamelijk letsel, maar ook financiële schade. Een AI die zegt, jij krijgt geen uitkering. Of een Tesla die zegt, we gaan hier parkeren en er blijkt een parkeerverbod te gelden. Allemaal risico's waar je mee te maken krijgt. Hier staat niks over statistiek. Hè? Dit zou ook een klassiek expertsysteem kunnen zijn. Beweegt het? Ja. Is dat de bedoeling? Ja. Afblijven. Nee, was niet de bedoeling. Duct tape. Dat is een expertsysteem. Ook dat soort dingen vallen onder de AI Act, ook al zit er geen woord statistiek aan vast. Waar het om gaat, is dat bovenste ding. Autonomie. Loslopende robots. Computers die zelf beslissen, met name door die statistiek, als een black box. We hebben geen idee waarom die dit beslist. We hebben geen idee wat hierachter zit. En sluit dit wel aan bij hoe wij dat maatschappelijk willen? Dat is het probleem van AI. Niet per se dat het hele grote datasets zijn, of dat we een computer iets laten doen dat de mens deed, dat we banen afpakken, maar dat die dingen gewoon zelf doorhobbelen. Hè? En een monteur in een auto proberen te proppen. Dat is een probleem. Dit is weer, ja. Val je dan niet meer onder deze definitie, zolang je een AI-systeem een voorstel laat doen aan een mens en het mens dan ja of nee laat zeggen? Val je buiten de definitie als je alleen maar een voorstel doet? Ja, met dien verstande dat die mens dan wel een betekenisvolle eigen draai eraan moet geven. Om je voorbeeld ervan te geven, op Schiphol, als je dan je koffer brengt, dan zit er iemand die kijkt naar een X-ray scanner of er een bom in jouw koffer zit. Dus je zit daar te kijken, goedgekeurd, 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 bom, goedgekeurd, goedgekeurd. Op een gegeven moment, omdat er zo weinig bommen in koffers zitten in vliegtuigen, wordt dat dus de hele dag, ja, I can replace you with a very small shell script. Of dat papegaaitje van Homer Simpson. Nou, dus, en dat is een probleem, want dan gaan mensen gewoon blind drijven op de AI. Ook dat is een vorm van autonome AI. Als jij als mens gewoon het slaafse verlengstuk wordt van de robot, ja, dan hebben we geen zelfstandigheid. Ik vind dit trouwens wel weer heel leuk wat er gebeurt. Want ik zie heel veel hoofden nu draaien. Waar zitten de gaten in deze dingen? Ik had ooit een oude grap over een mooie formule. En dat de wiskundige dan zegt, wat een prachtige formule. En de natuurkundige zegt, ja, maar wat betekent het in de echte wereld? En de econoom zegt, maar hoe kun je hier geld mee verdienen? En de informaticus zegt, bij x is 5 deel je door 0. En de taalwetenschapper zegt, wilt u daar frietjes bij? Maar goed. Waar het om gaat is, informatici zoeken gaten. Dat moet ook wel, want computers doen wat je zegt. Dus als jij iets zegt met een gat, die computer ligt binnen een kwartier in dat gat. Kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Dus dat is ook weer een andere mindset. En dit is ook weer zo'n ding dat botst met juristen. Die zegt, ja, kom op, je snapt wat de bedoeling is. Juristen zeggen gewoon, x is 5 is verboden. Klaar. Opgelost. Dus de AI Act gaat over het dichttimmeren van risico's. En die risico's, dat kan zijn lichamelijk letsel, financiële schade en dergelijke. Maar toch heeft de opkomst van AI veel meer vragen opgeroepen. En dan komen we bij dat rijmen, dat ook een beetje lijkt op die discussie eerder van het auteursrecht of crypto, waarmee we dingen proberen te proppen in een systeem waar dat eigenlijk niet past. Dus een Amerikaanse meneer Steven Thaler, die heeft een AI gebouwd die doet uitvindingen. En die maakt schilderijen. En meneer Thaler heeft geprobeerd octrooi te krijgen op die uitvinding. Nou, inhoudelijk weinig mis met die uitvinding. Die voldoet aan de eisen voor octrooieerbaarheid. Daar is geen twijfel over. Alleen wat deed meneer Thaler nou? Die zette erop, Dabus, the invention was autonomously generated by an AI. En de AI zit in dat gebouw. Kun je octrooi krijgen op een door AI gedane uitvinding? Heeft iemand daar een gevoel bij of een eerste opinie? Helemaal achterin. Nee. Heeft u daar een motivatie voor of is het uw rechtsgevoel? Het heeft te maken met dat
Ja, een brein moet het gemaakt hebben. Een AI is geen brein, meneer. Oké, okay. U zegt hier is een geval blauwe bits wellicht zelfs. Meneer? Ik heb een tegenvraag. Tegenvraag. Kan een bedrijf... Nou, daar raakt u aan. Fundamentele punt. Dat is ook een beetje waar de octrooibureaus, US Patent Office, European Patent Office, etc. voor gingen liggen. Die zeiden, de inventor, de uitvinder, moet een mens zijn. Mensen doen uitvinding. Dat zit in een moment. Dat zit inherent in de wet. Weliswaar kunnen bedrijven, zoals de werkgevers van die uitvinders, octrooien bezitten en aanvragen. Maar nog steeds, een mens in dat bedrijf heeft die uitvinding gedaan. Dus als bedrijf kun jij op octrooi vragen wat je personeel doet. Dat is allemaal prima, maar je moet wel zeggen, dat was Hans. Of dat was Johanna. Meneer? Ja? Wat is een machine en wat is een mens? Poeh, ja. 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 Ik heb geen antwoord op wat de vraag is tussen een machine en een mens. Behalve dan wat meneer Dijkstra zei, dat is het verschil tussen een vis en een onderzeeboot. Ik weet ook niet of je ooit een zinnige parallel kunt trekken. Je kunt, en dat deed Alan Turing natuurlijk, zeggen, als de uitkomsten niet meer te onderscheiden van elkaar zijn, je chat met twee entiteiten en je hebt geen idee wie de AI is, dan mag je die AI als menselijk intelligent beschouwen. Dat is de Turing-test. Maar wat Turing er vooral mee probeerde te zeggen, op het moment dat computers door de Turing-test heen komen, dan is het begrip intelligentie niet meer betekenisvol. Dan moet je een ander begrip van intelligentie gaan zoeken. En dat komen we een beetje tegen hier. Is het intelligent als je uitvindingen kunt doen? Uitvinders, de knappe koppen, de Willy Wortels. Dat vinden wij een speciaal slag mensen. Ik heb bij het NatLab gezeten, een heel speciaal soort mens inderdaad. Maar ook als we het hebben over creativiteit. Dit is een schilderij van datzelfde Dabus. Schilderij, kunstwerk, hoe moet je het noemen? A recent entry to paradise. Nou, dan verzint hij dat geheel zelf. Is dit kunst? Ja. Auteursrechtelijk gezien zou je dit best een creatief werk kunnen noemen. Daar kan best auteursrecht op rusten. Alleen, wederom, gemaakt door een AI. Heeft men geprobeerd copyright op te handhaven. En dat is afgewezen, want ook hier weer, mensen maken werken. Computers maken geen werken. Apen maken geen werken. Meneer Slater was naar, volgens mij, de Filipijnen of naar Indonesië, ik weet het niet, nee, Papua, sorry. Had daar zijn camera meegenomen om makaken op de foto te zetten. Had zijn camera keurig ingesteld. Wilde net foto's gaan maken toen een aap de camera pakte, toevallig erin keek en toevallig op het juiste moment op het sluiterknopje drukte. Waarop de camera een keurige, mooie foto maakte. Nou, het is een hele leuke foto. Daar is iedereen het wel over eens. Hele mooie expressie, et cetera. Perfect gelukte foto. Inhoudelijk zit daar gewoon auteursrecht op. Alleen, ja, de aap drukte op het knopje. Dus dan zou de aap het auteursrecht hebben. En dat kan niet, want alleen mensen kunnen auteursrechten hebben. Of hun werkgevers, of mensen aan wie het auteursrecht verkoopt. Maar dat is hier allemaal niet aan de orde. Dus dat kan niet. Die zaak zijn we ook tegengekomen bij de persoon Castanova. Die in 2022 probeerde een door zich gemaakt stripboek, graphic novel, voor auteursrecht te registreren in Amerika. Zaria of the Dawn. En die plaatjes uit dat boek waren met Midjourney gemaakt. Die persoon had zelf het script geschreven en dat aan Midjourney gevoerd met de instructie, hè, maak de graphic novel in deze stijl, et cetera. Dus Midjourney maakt dan die plaatjes. Jij kiest de mooiste uit, eventueel bijschaven en jij stopt hem in de graphic novel. Als je dat argument van die aap volgt, die aap drukte op het knopje. Die aap is geen mens, dus geen auteur, zeg maar. Kennelijk is op het knopje drukken dus beslissend. Deze persoon drukte op het knopje, typte de prompt, daar moet je ook een beetje over nadenken, en koos de mooiste van de vier afbeeldingen die eruit komen. Copyright Office zei, nee, de creativiteit zit in de machine. Want jij geeft wel een prompt, maar het ding komt met vier plaatjes.
Dus die prompt is niet wat het plaatje maakt. Het is geen zelfontspanner. Hij doet zelf meer, want er zijn kennelijk 4 opties. Hij heeft vrijheidsgraden. En als hij vrijheidsgraden heeft, dan is het dus kennelijk niet alleen maar jouw werk. Dan denkt er nog iemand mee. Dus op zijn minst had je een mede-auteur moeten noemen. Meneer? Bijna alles dat met Photoshop bewerkt wordt, valt hieronder. Ik denk dat dan de vraag is, hoe zwaar is de bijdrage van Photoshop? En hoe autonoom, komt die weer, is de ingreep van Photoshop? Dus het klassieke verhaal, hè, ik heb een foto, ik haal wat puistjes weg, ik trek de kleur wat mooier en ik maak de achtergrond wazig. Dat zijn mijn keuzes en Photoshop doet dan wat ik wil. Met die nieuwste versie van Photoshop, ik ben kwijt hoe dat heet, maar dan kun je een plaatje helemaal expanderen en hij tekent er een berg bij en een auto en dat soort dingen allemaal. Denk ik zeker dat Photoshop als softwarepakket auteursrechtelijke inbreng genereert. Dus dat je daar echt een probleem zou kunnen hebben als je zegt, dit is mijn auteursrechtelijk beschermd werk, terwijl 3/4 uit de AI van Photoshop komt. Dat klopt. Dus dat is een uitdaging onder de auteurswet. Meneer? Kun je nog een keer zeggen, hoe zit dat? Literatuur, ja. Ja. Nou ja. Met boeken geschreven door AI, is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Jij geeft een prompt aan ChatGPT en daar komt een heel verhaal uit. Ook daar denk ik dat je kunt zeggen, ja, daar zit niet helemaal. Dat is niet alleen maar wat jij zei. Want jij zei, ik wil een tutorial over reguliere expressies. Nou, die hoest hij dan keurig op. Maar om nou te zeggen, dat is mijn werk geweest. Nee, met zo'n korte prompt komen tot zo'n lang verhaal, daar heeft iemand anders of iets anders ook nog iets creatiefs gedaan. Helemaal achterin. Zit op de prompt copyright. Dat zou kunnen. Een korte tekst kan voor auteursrecht in aanmerking komen. Het vereiste is dat je er creativiteit in hebt gestopt. Dus als ik alleen maar zeg een tutorial over reguliere expressies, nou, daar heb ik geen auteursrecht op. Dit is een triviale prompt. Maar als ik een prompt schrijf, dan kan die rustig een pagina A4 zijn, waarin ik precies aangeef wat voor lijstjes, wat voor formaat, et cetera. Ja, daar zou best auteursrecht op kunnen rusten. En u had daar een vervolgvraag bij, denk ik? Ja. Nou, het zou dus zeker kunnen dat je zegt, op die prompt zit auteursrecht. Alleen, in die graphic novel zit die prompt niet. Dus of je dan auteursrecht inbreuk hebt, dat weet ik niet. Meneer daarnaast. Dit is bij Copilot, is dat een probleem op GitHub. Dat ding is getraind op alle broncode op GitHub en heeft er geen moeite mee om van geval tot geval gewoon een labcode terug te geven. Dat is ergens wel logisch, want als je een bepaalde oplossing nodig hebt voor een bepaald probleem, heb je zo weinig vrijheidsgraden dat je gewoon iemand zijn snippet kunt pakken en erin kunt doen. Dus dat is wat ook gebeurt. Bij ChatGPT is nog nooit aangetoond dat die letterlijk iemand zijn snippet teruggeeft. Daar kom ik zo meteen op als ik daar nog tijd voor heb. Maar daar zou het ook kunnen gebeuren. En dan loop je tegen auteursrecht inbreuk aan. Ik doe nog één vraag en dan ga ik verder met het volgende onderwerp. Ik heb een beetje een probleem met de Duitse definitie van creatieve inbreng. Het moet een mens zijn. Want bijvoorbeeld een foto met de aap. Ik vind zelfs op een mens gedrukt dat dan nog niet de copyright bij hem ligt. Dus ja. Die natuur niet maakt, die aap niet gemaakt. Ja. Maakt wel eens plaatjes van de heen. Ja. U zegt, hoe creatief is dit nou überhaupt? Nou, het juridisch argument is dan, het gaat om de compositie die jij maakt. Want daar heb jij dan, gesteld dat dit een mens was, heb jij dan wel over nagedacht. Maar ik ga nu verder, want mensen vragen zich ook, hoe zit dat nou met bronwerken? Nou, daar is een heleboel over te doen. Dat er wordt heel veel data van internet geschraapt, waar vaak copyright op zit en waar AI's dan op worden getraind. Voor een deel is dat gewoon staande praktijk, maar steeds meer makers zijn daar boos over. Die proberen daar wat tegen te doen. En dit is weer, dan komen we bij dat rijmen, mag dit auteursrechtelijk? Napster mocht niet. De Pirate Bay mocht niet. Is dit ook grootschalige inbreuk? Deze sla ik eventjes over. Want dan kom ik bij een van de thema's waar ik naartoe terug wilde, maar zoekmachines mogen wel. Terwijl zoekmachines ook het hele internet leeghalen. Alles verzamelen en daar een eigen dienst bovenop bouwen. En dat vonden wij kennelijk maatschappelijk wel acceptabel. Maar in de begintijd van zoekmachines was dat serieus een discussie. Hoezo mag die mijn site kopiëren en daar zoekresultaten mee geven?
Is dat wel de bedoeling van het auteursrecht? Is dat wel de bedoeling van het internet? Nou, gelukkig voor de maatschappij is dat in positieve zin beslecht. Maar het blijft wel een heel moeilijk probleem. Dus ook hier zien we weer die uitdaging van wat moeten we met die wetten en die regels in deze nieuwe situatie die door AI zijn opgeroepen. En een van de dingen die we daarbij dus tegenkomen is dat wetten en regels vanuit een ander perspectief komen. Risico's of alleen mensen kunnen auteursrecht bezitten. Bepaalde dogma's, bepaalde uitgangspunten die informatietechnisch op zijn kop worden gezet. Een computer kan nu, weliswaar niet zwemmend, maar onderzeevarend, hetzelfde doen als mensen. Het genereren van afbeeldingen, het maken van teksten. En ga zo maar door. Is dat nog wel de bedoeling van de wet? Moeten we die wetten gaan herzien? Of moeten we het systeem aanpassen? Ja. 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 Ik zag gisteren nog iemand op X, ik zit nog op X, die had gezegd, ik heb een fantastisch systeem uitgevonden. Ik haal de sitemap op van mijn grote concurrenten. Daar haal ik alle URL's uit met alle trefwoorden die ik daarin zie. En dan laat ik AI artikelen schrijven over die trefwoorden. En die zet ik op mijn eigen site. Google indexeert dat en ik heb zoveel content. En hij is ook nog recent en zeer relevant, want ik heb het van de grote concurrenten gejat, dat ik iedereen wegspoel. Internet loopt nu over van de AI-generated meuk. Middelmatige, slechte content. Dat is eigenlijk de grote maatschappelijke ontwikkeling waar wat aan gedaan zou moeten worden. Maar dit is iets wat je je nauwelijks voor kunt stellen. Dat computers gewoon content bestrekkende meter produceren. Van zeer middelmatige kwaliteit. Mogelijk vol met fouten. We noemen het hallucinaties om aardig te klinken. Maar het zijn gewoon fouten. En daar gaat de wereld mee aan de gang. En dat is een stortvloed waar we het nog mee te maken krijgen. Ook met nepbeelden. Ik ben hem vergeten op te nemen. Maar ik zag iemand die maakte prosthetische zesde vingers. Dus die doe je dan op je vinger. Dan heb je een extra vinger op je vinger. Want als je dan betrapt wordt, dan kun je zeggen, nee, die foto is AI. Want kijk maar, ik heb zes vingers. Dat is ook weer een vorm van wettenhacken. Dames en heren, ik moet gaan afsluiten voor de tijd. Ik ben hier nog wel eventjes. Ik wil u heel erg bedanken voor uw bijdrage in de discussie. En maak er een mooie dag van. Dank u wel. Dank je wel voor dit interessante verhaal. Het geeft wat dingen om over na te denken. En ik denk dat we dat de komende tijd steeds meer zien en horen. En wij ook onze bijdrage daarin moeten en kunnen leveren. Dank je wel. Graag gedaan. Dat is een kleine attentie. Ja. Dank jullie wel. En,